Dames en heren, dit is een hele bijzondere dag en ook een hele bijzondere middag. Het is alweer een maand of twee, drie geleden, denk ik, dat wij een telefoontje kregen van het Straatconsulaat. Organisatie voor dag- en thuiszorg. En zij vertelde ons dat zij de BBD hadden uitgekozen om daar een goede doelendag, een sponsordag voor te organiseren. En dat is dus vandaag. En we zijn hier met elkaar in gesprek gegaan en ja, ik kan u wel zeggen dat dat natuurlijk een enorme verrassing voor ons was. Dat vooral deze organisatie dat voor de BBD doet. En ik wil dan ook beginnen om een heel, heel warm applaus te vragen voor deze mensen die dat allemaal voor de BBD vandaag organiseren. Ja, verder, het is natuurlijk hartstikke leuk, want we zitten hier in het Zeeheldentheater. Die hebben ook hun medewerking verleend om deze middag mogelijk te maken. Straks komt Jacques Brol, die belangeloos komt optreden, en het koor. Nou, we houden nog een bingo strakjes. Ja, ik vind het echt geweldig dat zoveel mensen zich inzetten vandaag voor het BBD. Dus ook bij deze wil ik ook die mensen alvast heel erg bedanken. Dames en heren, hij is een cabaretier, componist, schrijver, een geboren getogen Hagenees. Hij heeft humor, is scherpzinnig, eigenwijs. Trouwens zeker heeft hij een enorme improvisatietalent. Hij staat nu in het theater met zijn cabaretier show Farewell 2011. We zijn enorm vereerd hem hier te mogen verwelkomen. Jacques Brol! Dank u wel, wat een prachtige aankondiging zeg. Toch al heel erg haastig, wel heel goed. Een cabaretier-show. Had ik nog nooit gehoord. Een cabaretier-show. Dames en heren, een hele goede middag. En het is mij een grote eer, dat begrijp je, om hier vanmiddag bij u te zijn. Kunt u me allemaal horen? Kunt u het goed verstaan? Als ik te snel ga, dan steek ik even de hand op. Want dan kan het natuurlijk zomaar zijn. Heb je het een beetje naar je zin vanmiddag? Kijk eens aan, zeg. Ik had begrepen dat er hier twee groepen mensen aanwezig waren. Dat waren de mensen die lid zijn van de boodschappendienst en de thuis- en daklozen. Die dat vanmiddag allemaal geregeld hebben van de achterban. Mag ik een vraag aan u? Bent u van de thuis- en daklozen? Bent u dat? Nee, hè? Nee, zo ziet u er ook niet uit hoor, maar je weet het maar nooit natuurlijk. Zo, ja. Dus u bent van de boodschappendienst. Nou, hartstikke fijn en fijn dat u er bent midden in Den Haag. Wie komt er uit Den Haag? Steek je klauwen omhoog. Wie komt er uit Den Haag? En wie komt er niet uit Den Haag? En wie interesseert dat geen moer waar hij vandaan komt? Dat maakt niet uit. Hey, wat fijn dat u er bent. Ik zie hier een tafel vol met boodschappen staan. Die mag ik nu weg gaan geven. Ja, ja. Aan mensen die ik zo lief vind. Dus, je weet het maar ook. Nee, dat is straks voor de bingo, hè, dat weet je natuurlijk. Hoewel bij mij thuis wel de wasvas achterop is, dus eigenlijk... Misschien ik even blijf voor de bingo, dat zou dus kunnen. Kan ik gewoon even meedoen, hè. Ja, en waarom ben ik hier vanmiddag? Natuurlijk om u een hart onder de riem te steken. De mensen en de medewerkers van de boodschappendienst natuurlijk. En u als klanten van de boodschappendienst. Het gaat allemaal niet zo lekker, hè. Dat heb je gehoord met de gemeente. Het is bezuinigen. Ook boodschappendienst heeft ook heel veel mensen moeten ontslaan. Het is eigenlijk heel tragisch. Dat is heel vervelend. Sterker nog, dat is ontzettend vervelend. Want je zou zeggen, zo'n gemeente is er om mensen te helpen. Dus die zouden dan nu ook moeten laten zien waar hun hart ligt. En juist de mensen moeten helpen die het hardst nodig hebben. Helaas heeft de gemeente besloten om met de kaasschaafmethode overal overheen te gaan. Dat betekent dat iedere organisatie moet inleveren. En de organisaties die al kwetsbaar waren, zoals de boodschappendienst, die worden dus extra getroffen, want die moeten ook inleveren. Eigenlijk is het een onzalige situatie, vindt u ook niet? Dat is eigenlijk heel triest. Aan de andere kant, we zijn er nog, we zitten hier met z'n allen en we hebben een leuke middag. Dat is weer een pluspunt, nou wel niet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niks moet doen. Sterker nog, je moet daarvoor blijven strijden. Er wordt op allerlei manieren ook aan gewerkt natuurlijk, om toch te zorgen dat u de zorg krijgt en de hulp die u verdient. En die u van mij betreft zeer heeft verdiend zelfs. Maar ondertussen hebben we vanmiddag wel een gezellige middag. En dan, ja, we gaan er tegenaan met z'n allen. En met bingo. En ik ben gevraagd om ook even langs te komen. Waarschijnlijk om een praatje te houden of om iets voor je te doen. En nou is het zo dat op dit moment het Haags erg populair is in Nederland.
komt onder andere door het OO Gerzo. En er is nog een of andere politie-serie die op dit moment loopt. En we hebben natuurlijk sowieso het Binnenhof, de grootste probleemwijk van Nederland. Dus Den Haag staat altijd in de publiciteit. En dan had ik bedacht voor de kerstdagen, als cadeautje wat je kan geven, moet natuurlijk ook niet op de duur zijn, want het is crisis, mensen hebben niet veel geld in de zak, om stickers te maken, Haagse stickers, ik noem het groen-gele wandtegelstickers, die je op de wc kan plakken. Weet je wel, meneer, je hebt altijd zo'n tegelspreuk op de wc. De volgende spreuk, zie je het voor je? Pas als je Europese lid staat, wordt het tijd voor Europese gemeenschap. Is dat? Ja? Ja? Oké, daar is het. U begrijpt het niet, mevrouw. Dat is als voordeel, als je dan toch op de bak zit en de hele dag naar die tegel kijken. Wat staat er nou? Wat doet er nou? Ik heb er de hele dag van plezier van hebben. De hele dag gemeenschap. Zo is het. Wat u wil, meneer. Voor u dan speciaal de volgende. Op zo'n tegel, hè, zo'n spreuk. Kabouterseks, ik zie er als een dwerg tegenop. Nou... Ja, dat is wel leuk. Deze dan, een Haagse tegelspreuk. Hè? Dat geloof ik, een Haagse kruidentafelruik. Op zo'n tegel. Als ik geen zeik aan mijn kop wil, dan ga ik wel liggen pissen. Ja, 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 ja. Snap je nu wel, mevrouw? Vind je me ook een beetje te... U houdt er niet zo van. Nou, we gaan even voor de rest, hoor. Misschien vindt u deze wel leuk, mevrouw. Let op. Op zo'n tegel, hè. Wie zijn binnenband mag blij zijn dat hij niet andersom stond. Ik ga ze straks niet kopen, denk ik. Hè? Een lekkere onschuldige mop is een vertegenwoordiger in stofzuigers. En die komt langs bij een boerderij. Dus hij belt aan, de boerin doet open. En hij zegt, goedendag mevrouw, ik ben vertegenwoordiger van hele goede stofzuigers. Die zuigen echt alles op. En om het te bewijzen maak ik nu uw tapijt vuil. Dus dan loopt de kamer in. En hij gooit een doos met vuiligheid over de vloer. Sigarettenpeuken, koffiegruis, bakmeel. Hij zegt, mevrouw, ik garandeer u, met deze stofzuiger krijgt u dat allemaal brandschoon. Ik garandeer u, elke koppel die blijft liggen, eet ik persoonlijk van de vloer. Waarop de boerin zegt, nou dan zal ik maar vast beginnen, we hebben hier geen elektriciteit. Die is leuk, hè? Ah, kijk, kijk, kijk. Ja, ja, ja. Het gaat lukken. Alsjeblieft. De voorlopige ophalen is op dit moment 640 euro, jongens! Yeah.